wat is goed, ook in de ogen van de ander? En kinderen van 11 jaar die in staat zijn om deze keuze te maken, ja, daar raak ik van onder de indruk. En wat heel mooi was, is een jongen in mijn klas is streng islamitisch. Hij is pas 2, 3 jaar in Nederland. Hij is gevlucht met zijn familie. En die mensen, je moet zo. Hij is zijn broer en zijn zus verloren in zijn thuisland. En uiteindelijk, omdat het natuurlijk. Het was gevaarlijk in het land waar hij was. Het was gevaarlijk voor zijn familie. En ze zijn gevlucht. En in eerste instantie kon alleen zijn moeder gaan. Zijn moeder was in verwachting. Die moeder is gegaan. Hij is achtergebleven met zijn andere broertje en zijn vader. En zijn moeder is hier in Nederland in een asielzoekerscentrum gekomen. Waar ze binnen een week ook bevallen is van haar kindje. En die vrouw heeft hier een jaar alleen gezeten. Totdat die anderen konden komen. Nou, echt bizarre omstandigheden. En je moet je voorstellen dat je gebeurt. Hè? Kunnen wij ons helemaal niet voorstellen. Maar zover als je het kan, voelt dat al verschrikkelijk. En zo'n jongen komt in Nederland en ze kwamen in het noorden van het land in een asielzoekerscentrum en binnen een half jaar kregen ze een huis toegewezen in het zuiden van het land, bij ons in het dorp waar ik werk. En hij kwam op school en hij vond alles was natuurlijk lastig. Hij sprak de taal niet, maar ook de gebruiken, weet je, dat je naar een juffrouw moet luisteren, dat je bij meisjes in de klas zit, dat was allemaal helemaal niet zoals hij het geleerd had. En het mocht ook niet van zijn religie. Hij hoorde niet, dat was wat hij zei. Hè? Ik hoef niet naar vrouwen te luisteren. Ik wil niet naar meisjes zitten. Ik wil meisjes niet aanraken. Hè? Soms moet je elkaar een hand geven. Soms moet je, weet ik veel, met de gym of zoiets dergelijks. Hij zei alleen maar, ik doe niet. Ik doe niet, ik doe niet. En mijn collega die hem in de klas heeft gehad, heeft hem 2 jaar mogen begeleiden. Nou, die heeft dat fantastisch gedaan. En die is met hem de verbinding op gaan zoeken. Wat verbindt ons met elkaar? En hij komt uit een gebroken gezin. Waar 2 dierbaren gestorven zijn. En in haar gezin is dat ook gebeurd. Ja. Haar ouders zijn gestorven. Dus dat verbindt. Of je nou wil of niet. Dus zij heeft... En niet aan het begin, maar gewoon in het hele proces op een gegeven moment dat laten weten aan hem. Hij had zijn gezin getekend en hij had kruisjes gezet bij wie er niet meer leefde. En zij heeft hetzelfde gedaan. En dat was het moment waarop hij haar aan kon gaan kijken en zag van, hé, maar wij zijn heel verschillend, maar we hebben ook wel wat hetzelfde. En stapje voor stapje heeft zij hem zover gekregen dat hij mee kon gaan doen, Hij is de taal gaan leren, dat heeft hij natuurlijk zelf geleerd, maar dat hij contact kon gaan maken. Dat hij dingen heeft kunnen begrijpen van ons, maar ook dat wij hem konden gaan begrijpen. En het laatste jaar zat hij bij mij in de klas en hij heeft het zo goed gemaakt nu. En hij heeft zoveel, hij voelt zich zo sterk en hij voelt dat hij vrienden heeft. En zelfs de meisjes zijn zijn vrienden geworden, dat noemt hij ook zo. Maar hij is nog steeds, dat geloof, dat is ontzettend belangrijk voor hem. En ook voor zijn ouders. Want kom maar eens in een vreemd land waar alles anders is, waar alles nieuw is. Dan wil je iets vast blijven houden. En hij heeft, nou het was pas geleden Ramadan. En dat was ook de laatste schoolweken. Dus heel veel kinderen die in de zomervakantie jarig zijn, die wilden nog trakteren voor de vakantie. Die wilden hun verjaardag nog vieren. En hij mocht die tractaties natuurlijk niet. En op een gegeven moment komt hij de klas binnen na de pauze. En hij had zijn handen in zijn hoofd en hij huilde. En hij zei, ik heb iets heel ergs gedaan. Dus ik zei, wat is er gebeurd? Hij zei, ik heb de tractatie opgegeten. Het is Ramadan en ik had beloofd dat ik mee zou doen met de Ramadan. En dan ben ik een slechte zoon en ik ben... En het was heel zielig om hem zo te zien. En ook heel eenzaam, omdat wij dat niet delen met hem. Omdat wij dat zo niet voelen. En dus we proberen hem te troosten en uit te leggen dat het kan gebeuren. En dat je pas 11 bent en dat je niet overal aan kan denken. Maar dat was niet het goede. Het was steeds niet het goede, want... Dat troost niet. En
uiteindelijk hebben we gezegd, oké, dat is heel erg voor jou. Maar we kunnen er nou niks meer aan doen. Misschien kun je er vanavond, zei een kind, extra om bidden. Dat je in het gebed vraagt om vergeving. En daar raakten we aan wat hem bezig hield. Terwijl het zijn heel veel kinderen uit mijn klas zijn helemaal niet gelovig. Of krijgen dat van thuis niet mee, maar krijgen dat via hem mee. Omdat ze zien waar het echt om gaat. Hij had het gevoel dat hij had gefaald. Hij had het gevoel dat hij zijn ouders in de steek had gelaten. Dat hij niet het goede had gedaan. En dan kunnen we allemaal zeggen, het maakt niet uit. Ja, dat bepalen wij helemaal niet, dat het niet uitmaakt. Daar raakte hij wat ontspannen. We hebben het daarbij gelaten. We konden hem niet helpen. En de volgende dag was er weer iemand jarig. En het was prachtig, want hij had een Tupperware schaaltje meegenomen. En hij zei van, dan kan jij de tractatie daarin bewaren. En dan kun je hem vanavond opeten. Nou, dat is toch fantastisch. En dan denk ik, nou, als je het over verbondenheid hebt. Daar raak je echt aan de kern. Dat we van mens tot mens spreken. En dan maakt het niet uit of jij islamitisch bent en ik niet. Dan gaat het erover wat is goed, ook in de ogen van de ander. En kinderen van 11 jaar die in staat zijn om deze keuzes te maken. Ja, daar raak ik van onder de indruk. Daar ben ik van onder de indruk. En als ik terugkom op jouw eerste vraag. Wat maakt jou gelukkig? Dit maakt mij heel gelukkig. Ja. Omdat dat in de mens zit. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Supermooi. Ja. Mooi, hè? Ja. Ja. Ja, dat denk ik ook.